Zoals je ziet heb ik echt flink geshopt. Dit is namelijk een surprise bag. En dit is eigenlijk wel iets heel erg bijzonders. Wat ik gewoon nog nooit eerder bij een ander merk heb gezien. En daar heb ik dus deze mega leuke tas gekregen. Hoi en super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. In de video van vandaag is het tijd voor een Sephora Shop With Me. Ik ga je straks meenemen naar de Sephora in Oberhausen en in Düsseldorf. En ik ga je laten zien wat je momenteel kan verwachten in de Sephora. Maar ik ga je uiteraard ook laten zien wat ik allemaal geshopt heb. Samen met mijn vriend ben ik een weekendje naar Düsseldorf geweest. Want we wilden heel graag namelijk een keertje naar de kerstmarkt in Duitsland. En in Düsseldorf zit echt een hele grote Sephora winkel. En ik wist ook dat in Oberhausen ook een grote Sephora winkel zit. Dus uiteindelijk zijn we naar beide filialen geweest. Sephora is echt een fantastische beautywinkel met heel veel merken die we niet makkelijk in Nederland kunnen krijgen. En heel veel merken die we sowieso niet in de winkels verkopen. We kunnen vanuit Nederland en vanuit België wel bestellen bij Sephora, bij de Franse Sephora website. Maar het is toch gewoon zoveel leuker om de producten daadwerkelijk in het echt te zien en ook de producten te gaan swatchen. Tijd om naar de Sephora te gaan. Je ziet het misschien niet gelijk op beeld, maar het was echt extreem druk. En dat maakt het filmen eigenlijk wel een beetje lastig. En ik filmde vooral op de momenten dat het weer een beetje rustig werd. Maar ik ging vooral kijken voor echt mijn favoriete merken. En ik zag gelijk aan het begin dat ze heel veel korting hadden op adventskalenders. Brand Beauty is het merk van Ariana Grande en daar nam ik uiteraard een kijkje. Ik vind vooral hun liquid lipsticks heel erg fijn. Ook nam ik uiteraard een kijkje bij Fenty Beauty en het schap hier is echt enorm groot. En ik heb hier inmiddels al zoveel producten van. Natasha Denona hadden ze hier ook in de winkel en je ziet hier gelijk een van mijn favoriete paletten, het Glam Face Palet. Maar ze hadden zoveel leuke producten, maar vooral het palet linksboven sprak me heel erg aan. Ook van Pat McGrath hadden ze hier heel erg veel producten uit de collectie, dus daar nam ik ook even een kijkje. Van Hourglass hadden ze hier ook echt heel erg veel. En vooral hun blushes, bronzers en highlighters vind ik altijd heel erg mooi. Ik nam ook speciaal een kijkje bij Make Up by Mario. Maar hiervan was echt vrijwel alles jammer genoeg uitverkocht. Bij de skincare zag ik echt verrassend genoeg heel veel nieuwe merken. En ik zag ook mijn favoriete lipmasker van Laneige. En ik zag ook een hele leuke mystery bag. Van 50 euro, 30, 20 en 10. Ook zag ik dat ze hier Gizou verkopen bij Sephora en ze hadden best wel veel voorraad van hun populaire producten. En ik was er rond de kerstperiode, dus ze hadden ook nog heel erg veel leuke gift sets. En dit vond ik eigenlijk ook weer heel erg leuk. Dit was een groot schap met The Next Big Thing. En hier hadden ze heel erg veel merken die ik ooit wel een keer voorbij heb zien komen, maar die bij mij nog niet heel erg bekend zijn. Uiteraard nam ik ook nog een kijkje bij de minis. Ik vind het altijd heel erg schattig eruit zien, maar ik vind ze in verhouding wel prijzig. Want deze poeder kost bijvoorbeeld 25 euro. Zoals je ziet heb ik echt flink geshopt en ik wil je heel erg graag laten zien wat hier allemaal in zit. Ik heb hier dus twee hele grote tassen. Ik had voor mezelf een wishlist gemaakt met alle producten die ik heel graag wilde gaan shoppen. Maar ik was eigenlijk een beetje bang, want we zouden zaterdag naar de Sephora in Düsseldorf gaan. Maar op zondag zijn alle winkels in Düsseldorf dus dicht. Dus ik was eigenlijk een beetje bang dat de producten die ik graag zou willen uitverkocht zouden zijn in Düsseldorf. Dus daardoor heb ik uiteindelijk besloten om ook naar die van Oberhausen te gaan. En daar heb ik als eerste de producten gekocht die ik echt super graag wilde hebben. En waar ik dus al bang voor was, was ook soms wel de realiteit. Want sommige producten die ik heel erg graag wilde hebben, die hadden ze dus niet op voorraad. Maar een van de producten die ik super graag wilde hebben, hadden ze wel op voorraad. Deze heb je sowieso wel een keer voorbij zien komen op social media als je een beetje een beautyfanaat bent. Dit is namelijk een liquid blush van Rare Beauty. Het is de Soft Pinch Dewy Liquid Blush. En hiervan twijfelde ik dus eigenlijk heel erg tussen twee kleuren die ik online had gezien. Dus daardoor was ik gewoon heel erg blij dat ik de kleuren daadwerkelijk kon swatchen. En hier hadden ze dus echt mega veel van op voorraad. Dus daar was ik echt heel blij mee. Dit is dus een vloeibare blush en deze schijnt dus echt fantastisch te werken. Ze hebben dus ook nog een vloeibare highlighter, maar ik twijfelde daar een beetje over. Dus ik dacht, ik ga gewoon eerst even deze proberen. En ik ga even kijken of ik deze fijn vind werken. Ik heb deze uiteindelijk in de kleur Hope. En dat was de kleur die wat meer glanzend is. Maar deze blush heb ik echt al meerdere jaren gezocht. Maar ik ben zo blij dat ik hem nu eindelijk heb kunnen bemachtigen. Het is gewoon echt een super populair product. En nu hadden ze gewoon echt mega veel op voorraad. Iets anders waar ik ook echt helemaal fan van ben, is deze primer van Milk. En ik heb vorig jaar heb ik ook een Sephora Shop With Me opgenomen. Met daarbij ook een shoplog. En toen was het ook mijn plan om deze te laten zien. Maar toen kwam ik dus vorig jaar in de shoplog tot de conclusie dat ik dus het verkeerde product had meegenomen. Want die verpakkingen, ja, die lijken echt extreem op elkaar. Maar ik heb dus ooit een keer een primer van Milk geprobeerd. En die vond ik zo fijn werken. Ik vind zelf, vind ik primers met make-up altijd best wel lastig testen eigenlijk. Ik breng het wel echt iedere ochtend aan. Maar of een primer echt daadwerkelijk goed werkt,
Vind ik toch wel lastig om die conclusie echt daadwerkelijk te trekken. Maar bij deze primer van Milk had ik eigenlijk voor de allereerste keer echt het idee, deze primer werkt gewoon super goed. Dus ik heb hier ooit een keer een mini van geprobeerd. Die vond ik echt super goed werken. Toen was vorig jaar mijn plan om hier een full size van te kopen, maar toen had ik per ongeluk een setting spray gekocht met exact dezelfde verpakking als deze. Maar nu heb ik wel daadwerkelijk een full size van de primer. Het is dus de Milk Hydro Grip Primer. En deze heeft dus ook de Allure Beauty Awards gewonnen. Het is wel echt een prijzig product, maar dit vond ik tot nu toe echt een van de beste primers. Eigenlijk stond het volgende niet op mijn wishlist, maar ik zag deze in de winkel. Ik ging hem swatchen en ik vond hem er zo mooi uitzien. Ik had eigenlijk niet gepland om weer een nieuw oogschaduwpalet te kopen, maar ik kon het gewoon echt niet weerstaan. Hij zag er zo mooi uit. Het is een oogschaduwpalet van Natasha Denona. Het is de I Need a Nude Palette. Dit is hoe het palet er zelf uitziet. Ik vind deze verpakking ook echt heel erg mooi en bijzonder eruit zien. Maar als je hem dus open doet, dan zie je hier dus alle oogschaduws. Het zijn dus allemaal nude oogschaduws. Maar ik vind ze heel erg mooi en heel erg wisselend eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Het is een nude oogschaduwpalet, maar ik zie hier zoveel verschillende tinten. Ik zie hier wat warme tinten, wat meer koele tinten. Ik zie heel veel variatie met matte en shimmery kleuren. En alles qua pigment zag er echt prachtig uit. En de Natasha Denona paletten die ik dus momenteel al heb, die vind ik ook heel erg fijn werken. En wat ik ook wel heel erg interessant vind, is dat ik hier allemaal puntjes op de achterkant zie. En daarmee kan je dus de oogschaduw makkelijk uit het palet halen. Maar ik ben ook heel erg benieuwd of je dan makkelijk een oogschaduw kan vervangen. Of ze eventueel deze oogschaduws ook los verkopen. Ik zou het zelf echt een hele fijne optie vinden, want ik heb inmiddels gewoon meerdere oogschaduwpaletten waarvan ik gewoon één of twee kleuren helemaal heb opgemaakt en de rest nog allemaal niet. Dus ik zou het heel fijn vinden om gewoon één of twee of meerdere kleuren gewoon te kunnen vervangen. Dit was eigenlijk alweer alles bij de eerste Sephora. Ik ben uiteindelijk nog bij een tweede Sephora geweest en daar heb ik echt nog veel meer gekocht. Maar we waren bij deze Sephora pas om 19:30 en om 20:00 zou de winkel sluiten, dus we hadden echt maar heel korte tijd. En uiteindelijk bleek dat de winkel gewoon super lang open was. Iets anders wat ik bij de Sephora kocht is deze mysterieuze tas. Want dit is namelijk een surprise bag. En deze heb ik eigenlijk al wel vaker bij de Sephora geprobeerd, maar nog nooit eerder zo'n dure. Want dit is namelijk een surprise bag van 50 euro. En ik heb al wel vaker eentje van 10 geprobeerd en volgens mij misschien ook wel eentje van 20 euro. Daarvan staan inmiddels ook al meerdere video's van op mijn kanaal. En de ene keer viel die echt ontzettend tegen. Zat er echt alleen maar je eigen merk van Sephora in en een beetje wat meer vreemde kleuren, zeg maar. Maar de andere keer zaten er echt super veel toffe producten in, waaronder een lipstick van Yves Saint Laurent, een mascara van Marc Jacobs, nog een lippenbalsem van Guerlain. Ik heb het gewoon echt nog allemaal onthouden, maar ik ben heel erg benieuwd wat hier dus in gaat zitten. Het voelt wel echt als een surprise pack die super goed gevuld is. Hij is ook eigenlijk best wel zwaar. Dus ik ben ontzettend benieuwd wat hierin gaat zitten. Maar hiervan ga ik een aparte video opnemen op mijn kanaal, die heel binnenkort online komt. Ze hadden deze keer ook wel weer meerdere soorten. Ik heb dus nu de duurste gekocht, die van 50 euro. Maar ik zag dat ze ook eentje hadden van 20 euro en ook eentje van 10 euro. Maar ik dacht, ik ga het niet proberen om meerdere te kopen. Want dat heb ik dus ongeveer 2 of 3 jaar geleden of zo een keer gedaan. Maar ik had toen meerdere gekocht en ik had toen ook gewoon een dubbele inhoud. Dus ik dacht, ik ga er eentje kopen en binnenkort kan je dus zien wat hier allemaal in zit. En zoals ik net ook al eventjes zei, ben ik dus ook nog bij de Sephora in Düsseldorf geweest. En daar heb ik dus deze mega leuke tas gekregen. Een hele grote Teddy Shopper. Hij is echt super groot en super stevig. En deze kreeg je dus als je voor een bepaald bedrag kocht aan producten in de winkel. Het is echt een hele mooie grote Teddy Shopper. Ik ben hier echt super blij mee. Je moest hiervoor wel een Sephora Unlimited pas hebben. En zelf had ik die dus niet. Maar ik heb gewoon in de winkel snel even een account aangemaakt op een website. Maar je moest daarvoor wel een Duits adres invullen. Nou ja, ik heb dus geen Duits adres. Maar ik dacht, ik vul gewoon het adres in van het hotel. En uiteindelijk lukte het dus om zo'n pas aan te maken online. En kon ik dus zo'n gratis tas krijgen. En ook hier ben ik gewoon echt weer helemaal losgegaan. En voor mijn gevoel moet ik me haast een beetje verantwoorden voor alles wat ik heb gekocht. Want het is echt wel heel erg veel. Het was wel echt extreem druk. Voor veel verschillende merken stond je gewoon in de rij om überhaupt bij de producten te kijken. Zoals bij Fenty Beauty en bij Rare Beauty stond gewoon een rij met mensen. Uiteindelijk is het me toch gelukt om een heleboel producten te bemachtigen. Waaronder deze die ik heel graag wilde hebben. Deze is van Fenty Skin. En deze heb ik eigenlijk heel erg vaak voorbij zien komen op TikTok. Ik vond het wel een heel erg interessant product. Want dit is de Blemish Defeater. En dit is eigenlijk wel iets heel erg bijzonders. Wat ik gewoon nog nooit eerder bij een ander merk heb gezien.
Dit is hoe de applicator eruit ziet en deze is dus speciaal bedoeld voor puistjes. Dus als je een puistje op je gezicht hebt en je wil dat puistje wil je wegwerken, dan kan dat dus hiermee. En wat dus nou hieraan zo bijzonder is, je brengt het dus aan over het puistje heen en daardoor komt er een soort van... ja, velletje of zo. Het klinkt een beetje vies hoe ik het nu uitleg, maar er overheen komt een soort van laagje, een transparant laagje, en daar overheen kan je dus weer make-up aanbrengen. Want waarschijnlijk herken je het wel, als je momenteel een puistje wil wegwerken met bijvoorbeeld concealer, dan lukt dat niet altijd even goed. Vaak zie je toch nog wel gewoon weer een beetje erdoorheen. En natuurlijk is dat niet erg, maar op sommige dagen wil je gewoon heel erg graag zo'n puistje wegwerken. En dit schijnt echt een soort van tweede huid te moeten geven, waardoor het gewoon echt niet opvalt. En daarnaast zou deze ook nog eens ingrediënten bevatten die ervoor doen zorgen dat het puistje gewoon sneller weggewerkt wordt. Dus ik ben hier uiteraard echt mega nieuwsgierig naar. En ik mag van mezelf echt van geluk spreken dat ik bijna nooit een puistje heb en dat ik eigenlijk best wel vaak een rustige huid heb. Maar als ik dan wel een keer een puistje heb, dan valt het voor mijn gevoel ook altijd heel erg op, omdat ik dus voor de rest wel zo'n rustige huid heb. Dus als ik binnenkort weer een keer een puistje heb, dan ga ik deze zeker even testen en dan laat ik het even weten in een video of in een TikTok of wat dan ook. Maar ik ga het je ergens wel laten weten. Dan heb ik ook nog een nieuwe concealer van Tarte gekocht, want ik heb ongeveer 2-3 jaar geleden ongeveer, best wel laat eigenlijk, heb ik de Shape Tape concealer ontdekt. Ik vind dat echt een mega fijne concealer, maar inmiddels is hij dus helemaal opgemaakt. Maar tegenwoordig hebben ze dus van Tarte een nieuwe concealer. Het is wel van de Shape Tape lijn, maar dit is de Radiant concealer. Dus deze concealer is iets minder heftig dan de normale Shape Tape, om het zo maar te zeggen. Hij is iets... ja, iets meer glowy of zo. En aangezien ik de normale Shape Tape heel erg fijn vond, dacht ik, nou, dan wil ik deze ook wel graag proberen. Heb ik ook hier nog weer 2 items van Rare Beauty. In dit doosje zit de bronzer stick. Daar was ik zelf heel erg nieuwsgierig naar. Ik heb deze in de kleur Brightside en ik ben super nieuwsgierig, ja, hoe deze gaat bevallen. En ook hierover heb ik heel erg veel goede verhalen gehoord, dus ik wou deze gewoon heel erg graag proberen. En iets anders van Rare Beauty waar ik ook veel goede verhalen over heb gehoord, is dit. En dit is een primer. En dit is de Illuminating Primer. En als ik deze verpakking zo zie, dan denk ik, oh, hij is eigenlijk best wel klein. Helemaal klein in vergelijking met die van Milk. Dus ik ga even kijken hoeveel milliliter hierin zit. Hierin zit 45 milliliter. En hierin zit dus maar 15. Dus dit is eigenlijk gewoon, ja, 3 keer zo klein als deze. En volgens mij qua prijs zijn ze ongeveer wel vergelijkbaar. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat ik dan hiervan ga vinden. Of dit gewoon echt een fijne primer gaat zijn. Maar qua prijs, als ik hem nu eigenlijk al zo vergelijk, dan denk ik, oh, dan is deze eigenlijk wel heel erg prijzig. Maar ik had hier heel erg veel positieve verhalen over gehoord. Dus ik dacht, nou, ik wil hem wel graag proberen. Waar ik ook heel erg verrast over was, is dat ze tegenwoordig Guisou verkopen bij Sephora. Ik heb dit nog nooit eerder bij Sephora gezien. Maar de laatste keer dat ik geweest was, is 1,5 jaar geleden. Maar Guisou vind ik echt wel een heel erg leuk merk. Ook best wel weer een populair merk tegenwoordig. Vooral op TikTok merk ik. Ik heb vorig jaar voor het eerst een keer iets in Londen gekocht van dit merk. En dat was een haarparfum die echt zo ontzettend lekker ruikt. Maar dit is eigenlijk, ja, het meest bekende product van het merk. Dit is namelijk de Honey Infused Hair Oil. Vorig jaar in mijn beauty shop blog van Londen had ik al wel gezegd dat ik veel honingproducten van dit merk vaak een beetje te sterk vind. Maar ik ging toch weer opnieuw aan de producten ruiken. En ik vond deze eigenlijk, ja, niet zo heel erg sterk als dat ik me vorig jaar in de herinnering had. Eigenlijk gebruik ik elke dag voor in mijn haar gebruik ik wel iets verzorgends. En onder andere een haarolie vind ik heel erg fijn. Dus ik wou deze ook wel gewoon heel erg graag meenemen. Ik heb ook nog weer iets nieuws van Charlotte Tilbury. En deze heb ik eigenlijk niet gekocht bij Sephora. Maar je kan het wel kopen bij Sephora. Ik heb deze uiteindelijk zelf online besteld. Omdat er gewoon een hele goede deal was. Ik heb deze deal ook gedeeld op mijn Instagram. Dus volg me daar ook zeker als je dat soort dingen niet wil missen. Maar ze hadden namelijk 1+1 gratis op deze Charlotte Tilbury paletten. En zo'n palet van Charlotte Tilbury stond ook al heel erg lang op mijn wishlist. Echt een mega mooie verpakking. Maar als je deze dus open doet, dan heb je hier dus allemaal soorten blushes en ook een highlighter. Hoewel dus de naam van mijn YouTube kanaal Make Me Blush is, heb ik echt verrassend weinig blushes. Maar ik ben echt heel erg blij met deze aankoop en heel erg blij dus dat het dus 1+1 gratis was. Dus ik heb er uiteindelijk 2 besteld en eentje is dus naar mijn zus gegaan. Dus daardoor heb ik hier uiteindelijk maar €35 voor betaald. Heb ik ook nog wat nieuwe items van het merk Patrick Ta. En ook deze heb ik eigenlijk niet bij Sephora gekocht. Maar ik vind het gewoon een heel erg tof merk en ik wil het gewoon ergens laten zien. Dus ik dacht, nou ja, perfecte gelegenheid om het hier te laten zien. Ik heb deze online besteld bij Cult Beauty. Ik heb er eigenlijk gewoon nog nooit iets van geprobeerd, maar ik vind de verpakking er zo mooi uitzien. Ik vind de video's die ik erover heb gekeken er prachtig uitzien. Het is een best wel luxe, maar ook best wel prijzig
prijzig merk wat echt nooit in de aanbieding is. Maar met afgelopen Black Friday deed Patrick daar wel mee met de kortingsactie. Het is niet een extreem hoge korting. Het is 15% korting wat ik heb gekregen op dit palet. En aangezien deze ook al echt jaren op mijn wishlist stond en ik gewoon nog nooit korting heb gezien op dit palet. En nu eindelijk de korting zag, dacht ik nou, dit is de perfecte gelegenheid om dit palet te bestellen. Het is dus wel weer een nude oostere palet met hier twee creamy kleuren. En voor de rest, ja, echt prachtige tinten. En ik heb ook nog iets anders van het merk besteld, wat ik er heel erg interessant uit vond zien. En dat is deze make-up kwast. Ik vind deze er zo mooi uitzien. Heel erg mooi met een beetje die... Ja, het is wel een soort van gouden kleur, maar niet echt extreem goud. Maar deze kwast leek me heel erg mooi voor misschien een cream bronzer. Want hij heeft wel de perfecte vorm daarvoor. Maar hij is ietsje steviger. Dus ik denk dat hij daardoor misschien wel heel fijn zou kunnen werken. Dus daarvoor wilde ik heel graag deze proberen. En ik heb ook nog eens echt flink geshopt bij MAC. En MAC had ook een hele goede online actie. Ze hadden namelijk heel veel producten voor maar 11 euro per stuk. Dus ook hiervan wilde ik gewoon graag meerdere dingen proberen. Waaronder deze Fix Plus spray. Dit is de Fix Plus Rose. Dit is een prep en prime spray. Fix Plus van MAC is echt super populair. Maar ik heb het zelf gewoon echt nog nooit geprobeerd. Maar normaal gesproken is dit product rond de 30 euro of zo, denk ik uit mijn hoofd. En nu was die dus maar 11 euro. Dus daarvan heb ik dus die rose versie. Maar ik heb dus ook een andere versie. En dat is dus deze. Dit is de Magic Radiance. En dit is een hydraterende spray met ook nog vitamine C. Dan heb ik ook nog een nieuwe lip liner. Want voor 11 euro een nieuwe lip liner, ja, dat vond ik zelf echt een hele goede deal. Ik heb deze uiteindelijk in de kleur Boldly Bare. Ik vind een mooie lip liner een hele mooie combinatie met bijvoorbeeld een lipgloss. Dus ik heb deze in een nude kleur. Ik heb eigenlijk helemaal niet heel erg veel lip liners. Dus ik dacht, nou, ik mag er eentje van mezelf uitkiezen. Dus ik heb gekozen voor deze kleur. Heb ik ook nog een nieuwe concealer van MAC. Ik ken deze eigenlijk niet. Dit is de Studio Fix 24 Hour Smooth Wear Concealer. Maar ik ga altijd super snel door mijn concealers heen dat ik nu bijna geen concealer meer eigenlijk op voorraad heb. Dus voor 11 euro had ik ook nog deze erbij besteld. En ik heb zelfs ook nog weer een nieuwe highlighter van MAC. Dit is een Extra Dimension Skin Finish in de kleur Super B. Echt een hele mooie highlight kleur die ik nog niet in mijn collectie heb. En dit was alweer de mega grote beauty shop vlog. Vergeet deze video geen duimpje omhoog te doen als je hem leuk vindt. Bij het volgen op Instagram en TikTok. En dan zie ik je heel graag bij de volgende video weer. Doei!